Waar denk je aan bij een spion? Aan iemand die voorzichtig en gedegen te werk gaat. Iemand die geheimen met zich meedraagt. Iemand die verstand heeft van het creëren en het ontcijferen van codes. En iemand die onder hevige druk moet kunnen staan. En waarschijnlijk denk je aan een man. We zijn op dat vlak nogal beïnvloed door fictieve personages als James Bond en Ethan Hunt. Gelukkig zijn er wetenschappers als Nadine Ackermann die het voor elkaar krijgen een gehele nieuwe wereld bloot te leggen. Terwijl ze bezig was met briefwisselingen van de 17e eeuwse Elizabeth Stuart, de koningin van de Bohemen, stuitte ze op een spionnennetwerk binnen een posterij, geleid door een vrouw. En daarmee begon haar speurtocht naar vrouwelijke spionnen in de tijd van Karel I en de II, de burgeroorlogen van Engeland, Ierland en Schotland en de heerschappij van Oliver Cromwell. Het resultaat van het onderzoek lees je in Invisible Agents, Women and Espionage in 17th Century Britain, waarin ze verschillende she-intelligencers de revue laat passeren. Bij historici is zich altijd al moeten baseren op de overgeleverde bronnen om conclusies te kunnen trekken. Daar is dit onderwerp extra lastig voor een historicus, want een spion is erbij gebaat om geen sporen achter te laten. Het liefst is een spion onzichtbaar en dus moest Ackermann op zoek naar onzichtbare sporen. Een van de hoofdstukken is gewijd aan Susan Hyde, de zus van minister en geschiedschrijver Edward Hyde, die onder schuilnaam geheime boodschappen overbracht tussen haar broer, generaals en de koning in ballingschap. Het is opmerkelijk dat tot nu toe nog niemand zich had gerealiseerd dat Edward Hyde een zus had. Laat staan dat ze voor een geheime organisatie werkte met de fantastische naam The Sealed Knot. Ze werd uiteindelijk ontmaskerd en opgepakt door de Black Chamber, een inlichtingenunit van de zittende regering. Nadat de kleren haar letterlijk van het lijf waren gerukt, stierf ze onder verdachte omstandigheden in een gevangenis waar normaal gesproken alleen mannen naartoe werden gebracht. En dat laatste was uniek voor vrouwelijke spionnen, waar de elite destijds zich al niet voor kon stellen dat vrouwen slim en behendig genoeg waren voor spionage en dus ook niet verdacht werden. Er werden de vrouwen die werden betrapt om diezelfde reden vermoedelijk ook minder zwaar gestraft. Het opvallende is dat de vrouwen die in dit boek worden beschreven ook steeds alleenstaande vrouwen zijn. Ze zijn ongetrouwd, verlaten door een man of ze zijn weduwe. Ackermann beschrijft spionagetechnieken en netwerken waarin ongeletterde wasvrouwen zich net zo makkelijk bewogen als vooraanstaande hofdames. Ze onderscheiden bij simpel gezegd twee partijen van het conflict. De royalisten die de koning aanhingen en de tegenpartij, degene die Cromwell en het parlement steunde. Binnen deze beide partijen waren er spionnen van adel die het werk uit voornamelijk politieke en religieuze overtuigingen deden. En vrouwen uit de middenklasse en van lagere stand, voor wie het spionnenwerk simpelweg een bron van inkomsten was. Een element dat de vrouwelijke spionnen onderscheidt van hun mannelijke versies is dat ze hun seksualiteit konden inzetten, dat ze konden flirten. En hoewel dit lastig te bewijzen is op basis van brieven en verslagen, moet er toch een reden zijn waarom Jane Horwood, een vrouwelijke spion, 2 maanden lang op bezoek kon bij de gevangen gezette Karel I, waarbij ze meerdere malen probeerde te helpen met ontsnappen. Om te kunnen schrijven over spionnen moet je kunnen denken als een spion en dat is wel besteed aan Ackermann, die verschillende technieken beschrijft als onzichtbare inkt, gecodeerde brieven, het zorgvuldig openen van verzegelde brieven en letterlocking, een techniek waarbij de brief zo werd gevouwen en dichtgeplakt dat je de brief onherstelbaar moest beschadigen om hem open te maken. Invisible Agents beschrijft een wereld die tot nog toe onbekend was en Ackermann concludeert dat er nog vele andere vrouwelijke spionnen moeten zijn geweest. Dit onderzoek zou zomaar het begin kunnen zijn van romans en films over de Horwoods en de Hydes uit onze geschiedenis en die ons beeld van de spion als mannelijk stereotype gaan rechtzetten. Het begin is er, want de eerste roman gebaseerd op Ackermanns werk, Killing Beauties van Piet Langman, zal binnenkort verschijnen.